verboden vuurwerk af te steken. Onze Vlaamse buurgemeente Sint-Laurijns heeft al een paar jaar een vuurwerkverbod. En dat werkt goed, zegt de burgemeester. Er staat nogal een fikse boete tegenover. En mensen zijn daar toch een beetje bang van. En verder in deze Zeeland Nu. Een van de aangespoelde schildpadden is dood. En DJ moet stoppen door tinnitus. Goedenavond. Een vuurwerkverbod. Zeeuwse gemeenten voeren het niet in. Die wachten op een landelijk verbod. Maar over de grens zie je dat gemeenten het wel doen. Van de 10 aan Zeeuws-Vlaanderen grenzende Belgische gemeenten hebben er 6 een vuurwerkverbod. Zoals Sint-Laurijns. Daar is het sinds 2019 verboden om vuurwerk af te steken. Is tegen, blijkt uit de rondgang van persbureau ANP. En de andere Zeeuwse gemeenten zijn neutraal of hebben niet gereageerd. In het hele land willen ruim 30 gemeenten... Het begint een eindejaarstraditie te worden. Gemeenten, politie, oogartsen en dierenorganisaties die pleiten voor een vuurwerkverbod. Maar ja, ze roepen er al jaren om. Het is nog niet geregeld. En het ziet er voorlopig ook nog niet naar uit dat het geregeld gaat worden binnenkort. En zo kunnen we dus ieder jaar nog knallend het nieuwe jaar ingaan. Iets wat aan deze kant van de grens al een paar jaar uit den boze is. Want zo heeft Sint-Laurijns over de grens bij IJzendijken sinds 2019 een vuurwerkverbod. Klachten van inwoners waren hier de aanleiding voor. Honden en paarden bijvoorbeeld schrikken zich dood als er een knal zich voordoet. En dat heeft eigenlijk de aanleiding gegeven om een college te vragen om daarover te oordelen. Er moet maar één ongeluk gebeuren met een dier en we zouden het niet graag hebben, zal ik maar zeggen. Heel jammer, omdat vuurwerk mooi is om te zien. En langs de andere kant vind ik dat ook wel goed, omdat het natuurlijk... Zo is dan de huisdieren heel bang kunnen zijn tijdens al dat lawaai. Ik vind dat heel goed, zeker voor de dieren. Alleen voor de dieren? Voor alles, voor de mensen ook. Want altijd gebeuren er ongelukken of het is altijd wel ergens iets dat er iets negatiefs mee gebeurt. Ik vind dat heel goed, omdat er zijn nog veel dieren die er bang van zijn en zo. En ik vind dat ook een geldverspilling. Sint-Laurijns is een van de 6 aan Zeeuws-Vlaanderen grenzende gemeentes met een vuurwerkverbod. De overige 4 grensgemeenten staan er toe, waaronder bijvoorbeeld Knokke-Heist en Zeilzaten. Volgens burgemeester Van der Boeren is het vuurwerkverbod in zijn gemeente een succes. Nederlandse gemeenten die ook graag een verbod zouden willen, vinden het op dit moment niet haalbaar omdat het niet te handhaven zou zijn. Volgens Van der Boeren is het een utopie om te denken dat je met een verbod iedere overtreden in de kraag kan vatten. Maar kan een verbod wel degelijk een afschrikkende werking hebben? Er staat nogal een fikse boete tegenover. En mensen zijn daar toch een beetje bang van, zal ik maar zeggen. Van die heldenbeugel die zou kunnen gelegd worden. Want wat voor boete staat erop op het afsteken van vuurwerk? Wel, de kleinste boete is €250. Als de mensen dan toch het been stijf houden en voortdoen, zal het wel een hoge boete worden. En wat is de maximumboete? Ik denk dat het €2000 de maximumboete is. Hij heeft tot slot voor zijn Nederlandse collega's ook nog wel een advies. Voer de regel ook in Nederland en probeer bij mondjesmaat te handhaven, zodanig dat mensen na een tijdje ook wel weten wat er tegenover staat. En dat is dus naar zijn mening een forse boete. Bluff is dood. De schildpad die ruim een week geleden aanspoelde bij Zoutelanden. Het dier was opgevangen in Blijdorp in Rotterdam. Net als de 2 andere Kemps zeeschildpadden die afgelopen week in Zeeland zijn gevonden. Blijdorp weet niet waardoor Bluff is overleden. Dat wordt onderzocht door de Universiteit Utrecht. Langs de hele Nederlandse kust zijn in totaal 6 van deze zeeschildpadden gevonden. Ze zijn heel zeldzaam en komen normaal alleen in de Golf van Mexico voor. Vermoed wordt dat ze door een verkeerde stroming deze kant op komen. Storm Pia heeft flink wat afval uit de Oosterschelde geblazen. Bij natuurgebied Planturenluur is de troep nog altijd te zien. Het
was echt verschrikkelijk. Het lag helemaal vol met plastic, met kratten, met tonnen, met jerrycans en nou ja, noem maar op. Dus ja, toen dacht ik van nou, nu moeten we er heel snel wat aan gaan doen, want dit kan je niet zo achterlaten. Na een oproepje op Facebook kwamen mensen in actie. Op tweede kerstdag kwam er al hulp van alle kanten. Nog een camping uit de buurt die kwam helpen. En eigenlijk mensen die hier vlak achter de dijken wonen. Dus samen met z'n allen hebben we toch heel veel kunnen doen. Er is dus al veel opgeruimd, maar bij hoogwater spoelt er steeds weer nieuw afval aan. De groot hoop dat iedereen die er loopt wat rommel opruimt. Op deze beelden staat ze op het podium, maar dat zal dit jaar niet zo zijn voor Shirin van Anrooy. Ze mist zaterdag de vestingcross in Hulst. Ze is geblesseerd. Van Anrooy uit Capelle heeft een gebroken en een gekneusde rib na een val tijdens een training vorige week. Ze heeft daarna nog wel gefietst, maar niet van harte. En nu last ze tijdelijk een pauze in om te herstellen. Dat gaat helaas ten koste van de Zeeuwse wereldbekerwedstrijd veldrijden. Hij kreeg last van een piep in zijn oor die niet meer wegging en die alleen maar erger werd. Julian Slager uit Burg-Haamstede bleek tinnitus te hebben. En dat is extra wrang als je DJ bent. Het betekent het einde van zijn carrière. Afgelopen weekend draaide hij voor het laatst. Hossende en dansende mensen in discotheken en dat op de muziek van DJ Julian. Dat was van kinds af aan al de grote droom van Julian Slager uit Burg-Haamstede. Hij begon ergens in een woonkamer en vervolgens stond hij te draaien voor 3500 man. Ja, het is echt geweldig. Het is gewoon eigenlijk, ieder optreden is ook niet hetzelfde geweest. Aan de andere kant is het ook gewoon, de dansvloer is eigenlijk ook een plek van waar dat mensen heel even de alledaagse dingen kunnen vergeten. En dat merk je heel vaak van wat je dan op de dansvloer ziet, van dat mensen lekker relaxed zijn en vooral ook gewoon even ontlading kwijt kunnen. En dat vind ik zelf een heel mooie, speciale gedachte van wat er voor mij achter het draaien ook zat. Hier in de spot in Middelburg stond hij voor het eerst voor het grotere publiek. Daarna ging hij in Tilburg studeren en nog veel meer draaien. De wereld lag aan zijn voeten, maar het liep uiteindelijk heel anders. Zeker ook in de industrie van waar dat ik in werk, is geluid natuurlijk gewoon alle dagen eigenlijk aanwezig. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, in combinatie dat ik blijkbaar een heel gevoelig gehoor bleek te hebben, is daardoor bij mij tinnitus ontstaan. En dat heeft ervoor gezorgd van dat ik uiteindelijk de keuze heb moeten gaan nemen om of te gaan stoppen of nog door te gaan, maar dan uiteindelijk later, in een later stadium, daar echt de consequenties van moeten gaan zien. Dus... Je bent wel op tijd gestopt qua gezondheid? Ja, dus ik heb samen in goed overleg, ook met mijn ouders en familie en vrienden. En daardoor hebben we toen de knoop doorgehakt om te zeggen van oké, ik ga dit jaar ga ik nog al mijn optredens ga ik afmaken. En dan kunnen we het afsluiten zoals dat ik het wil. En dat vond ik een heel fijne gedachte, van dat ik weet van oké, ik kan het netjes indelen zoals dat ik het wil. Ja, het is een heel harde klap, maar het is helaas niet anders. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Julian kende na die keuze behoorlijk donkere periodes. Toch herpakte hij zich en ging hij aan de slag met zijn plan B. Plan B bij mij is dat ik nu een eigen bedrijfje daarnaast ben begonnen, waarbij ik DJ's advies ga geven met betrekking tot hun eigen profiel. Dus hoe dat ze zich als DJ moeten laten zien richting het publiek. En daar blijft het niet bij. Hij gaat ook een documentaire maken over tinnitus. Dus blijkbaar is het ook zo'n groot iets van wat in de maatschappij nu bezig is. En het voelt voor mij voelt het als een stukje kunnen verwerken van dat ik daarmee moet stoppen. Zijn allerlaatste optreden heeft hij net gehad in Utrecht. Hij hoopt in de loop van volgend jaar te starten met de documentaire. Ja, het wordt een beetje een LP die blijft hangen, maar het was opnieuw grijs vandaag. Vanmorgen ook wat regen erbij en het werd 10 graden. Morgen is het overdag voornamelijk droog. Aan zee kan wel een bui vallen. 'S Avonds meer regen in de hele provincie. En ook op de dagen erna blijven die druppels op de kaarten staan. Het is Zeeuwse Documentaire Week. En dat betekent dat we tot en met Nieuwjaarsdag elke dag een documentaire met een Zeeuws tintje uitzenden. Vanavond is dat Zwarte Stem. Rapper en jongerenwerker Bram van Banu gaat daarin op zoek naar de sporen van het slavernijverleden in Zeeland.
Zwarte Stem wordt uitgezonden om 8:30 en om 21:00. En dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.